En dan is het interessant om even naar twee zaken te kijken die ogenschijnlijk veel op elkaar lijken, maar waar de straffen die geëist zijn anders zijn. En dan gaan we heel even terug naar de moord op Pim Fortuyn en de moord op Theo van Gogh. Pim Fortuyn is vanavond rond 6 uur in Hilversum op het Mediapark neergeschoten. Een man met een baseballpet schoot 6 maal op Fortuyn. In het Amsterdamse gerechtsgebouw De Bunker is het proces begonnen tegen Volkert van der G. Levenslang is het niet geworden. Volkert van der G heeft 18 jaar gekregen voor de moord op Pim Fortuyn. Eindoordeel dat in dit geval het opleggen van een levenslange gevangenisstraf niet in overeenstemming is te brengen met de doelen die een strafoplegging heeft te dienen. Er werd gejoeld op de tribune. De verontwaardiging was groot. Want er staat maar 10 jaar op als je in Nederland een prominente politicus of een bekende Nederlander vermoordt. Als een wildwest-tafereel. Er wordt verschrikkelijk geschoten met Van Gogh wordt voor het kantoor van Stadsdeel Oost door meerdere kogels getroffen. Van Gogh was juist op weg naar zijn kantoor om de laatste hand te leggen aan zijn nieuwste film. Ironisch genoeg over de moord op Pim Fortuyn. In deze zaak is daarom slechts 1 straf passend en geboden. Een levenslange gevangenisstraf. Levenslang is op zijn plaats omdat Mohammed B. heeft gezworen dat hij het zo weer zou doen als hij op vrije voeten zou zijn. Ja, dus de moord op Pim Fortuyn, wat heel gek voelt eigenlijk, dat dat geen levenslang is... is geworden, als je het mij vraagt, maar ja. Ja, wat ik ben ook maar de voorzitter. En Mohammed B. dus wel. Wat is het grote verschil? Dat is een belangrijk punt in de ontwikkeling van de levenslange gevangenisstraf. Want het uitgangspunt in Nederland is nog steeds levenslang bij meervoudige moord. Want Jasper S., de moord op Marianne Vaatstra 1999, enkelvoudige moord. Geen levenslang. We hebben het hier zo net gezien. Volkert van der G, moord op Pim Fortuyn 2002, kort daarna. Weet je wat ze allebei gekregen hebben? 18 jaar. Dus 12 jaar zitten en dan 12 jaar netto. Onder voorwaarden in vrijheid worden gesteld. Dat is heel bijzonder, maar ik denk, hè, we hebben nu die beelden even gezien, als je kijkt naar Volkert van der G, dat was een enkelvoudige moord op Fortuyn, waarbij natuurlijk ook wel de hele rechtsorde is geschokt. Mm-hmm. Maar die heeft 18 jaar gekregen. En jullie hebben het gezien, Mohammed B., de moordenaar van Van Gogh, die kreeg wel levenslang. Waar zit dat verschil dan in? Dat zit hem in de aanklacht, want in de telastenlegging, in de aanklacht van Mohammed B., stond niet alleen de moord op Van Gogh, maar ook diverse pogingen tot moord op politieagenten en willekeurige burgers. Dus dat was, zoals Hans en ik noemen, een enkelvoudige moord plus. Ja. Dus... Maar zou je, denk je, in deze tijd... Zouden jullie denk je dat Volkert van der G. een hogere straf had gekregen? Nou, als we nu kijken naar de zaak, en dat heeft Saskia Belleman ook al even genoemd, de zaak Peter R. de Vries, daar zijn natuurlijk nog geen uitspraken in. Hè, maar daar is dus een enkelvoudige moord, is 3 maal levenslang geëist. Dus dat zou kunnen betekenen dat binnen het OM het ook wat kantelt. Het zijn natuurlijk ook maar uitgangspunten, want je kunt gewoon een heleboel zaken levenslang opleggen. Hè, maar doe je het ook? En dat zou een beetje kunnen gaan veranderen. Maar daar zijn natuurlijk nog geen uitspraken. Nee, dat heeft Saskia ook al gezegd. Dat was de schutter, dat was de chauffeur en de moordmakelaar. Ja, alle 3 levenslang. Ik vind dat heel spannend. Heel spannend wat daar in juni uitkomt. Hè? Want als stel je voor dat de rechters in al die 3 gevallen levenslang bent, dan denk ik echt dat we een drempel overgaan. En daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik breng in jullie herinneringen, we hebben de foto gezien van onze betreurde collega Dirk Wiersum. En dat was 2019. Ja. Dat was een vreselijke moord, een enkelvoudige moord. Maar ook een aanval op onze rechtsstaat. En wat hebben ze allebei gekregen? Die verdachten 30 jaar. Ja. He, dus het is nog helemaal niet een gelopen koers dat die 3 verdachten in die zaak van Peter R. de Vries ook levenslang zullen krijgen. Wat misschien ook nog wel het verschil is, hè, met die zaak van Volkert van der G. en de moord op Pim Fortuyn, is dat de strafmaxima daarna verhoogd zijn. Zeg maar de
maximum tijdelijke gevangenisstraf voor moord. Ja, ja precies. Ja. 2006. De maximale tijdelijke straf is toen van 20 naar 30 gegaan. Ja, precies. In 2006, van 20 naar 30, ja, dan had de rechter ietsje meer keuzemogelijkheid. Laten we nog heel even kijken. Dus de enkelvoudige moord op Peter R. de Vries, waar dus wel 3 keer levenslang voor geëist is. In Amsterdam is de zaak begonnen rond de moord op Peter R. de Vries. Voor de 2e keer. Deze keer staan er 9 mannen voor de rechter. Allemaal met dezelfde boodschap. Zwijgrecht, zwijgrecht. Ik beroep me volledig op mijn zwijgrecht. Ik beroep me aan mijn zwijg. Zwijgrecht. Ik had u nog geen vraag gesteld, die komt zo, maar deze hebben we vast genoteerd. Een opvallend moment. Een van de hoofdverdachten heeft voor het eerst een verklaring afgelegd. Ik wil dat jullie weten dat ik dit niet gewild heb. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen 3 verdachten. Als een verdachte bereid is om deze stap te zetten, dit zo gewetenloos wil doen, dan moet daar ook de maximaal op te leggen straf tegenover staan. Even deze zaken, heren. Jullie hebben natuurlijk veel cliënten bijgestaan. Adviseren jullie regelmatig om te zeggen zwijgrecht of zwijg in dit geval? Alleen in de gevallen waarvan wij vinden dat dat nut heeft, dat het van belang is in het belang van de verdediging. Wij hebben natuurlijk als strafrechtadvocaat maar 1 taak. De belangen van onze cliënt zo goed mogelijk te behartigen. Maar we hebben in een heleboel gevallen zeggen we, kijken eerst natuurlijk hoeveel bewijs is er. Want als er redelijk veel bewijs is en je beroept je op je zwijgrecht, dan kan uiteindelijk gezegd worden, nu het schreeuwt om een verklaring en je doet dat niet, kan dat tegen je gebruikt worden. En er zijn ook een heleboel zaken waarvan je zegt, nou, die cliënt moet juist wel verklaren, dan krijgt men een beter beeld. Dan krijgt men een indruk van de persoon en de persoonlijkheid, et cetera, et cetera. Maar het hangt echt van de zaak zelf af. Bij ons was het niet onze eerste natuur om dat te zeggen. Ik kan het sterker vertellen. Ik ben 40 jaar advocaat geweest. Ik heb 1 keer tegen een cliënt gezegd, beroep je maar op je zwijgrecht. Dan ging het niet om zulke ernstige gevallen, maar het was een babbelaar waarvan ik dacht, ik wil jou hier vanmiddag in de rechtszaal niet horen. Maar over het algemeen, Wim, is het toch heel, heel vervelend om de hele tijd te zwijgen. Elke keer zwijgrecht, zwijgrecht, zwijgrecht. Wij hebben tegen de cliënten, we keken altijd eerst hoeveel bewijs er was. Ja. Maar ons advies was vrijwel altijd, spreek, laat zien dat je Hans de boer bent in plaats van Hans de B, om het zoiets te noemen. Toon meer van jezelf. Leg uit hoe je ertoe gekomen bent. Ja. Want in heel veel gevallen zit er wel bewijs in. En dan is beroep je op je zwijgrecht. Dat werkt in onze ogen niet. Dus wij waren daar zeer, zeer gereserveerd in. Ik wil